vakantie op de camping en niet in een ver land? Lekker dichtbij, niet al die sores van onderweg zeurende kinderen. Dat vinden we wel makkelijk eigenlijk. Het is hier warm genoeg. Warm genoeg. En het sociaal leven is veel beter. Hier heb je contacten met de andere campinggasten. Dat is vaak in het buitenland niet zo. Dan ben je meer op je eigen. Lekker dichtbij, hè? Dit is, hier heb je alles, mooi weer. Noem maar op. Dus het is hier gewoon goed. Omdat het altijd wel gezellig hier is in Nederland. En Nederland, ja. Heeft genoeg te bieden in Nederland, sowieso. En we hoeven niet ver te rijden en we hebben nu ook lekker weer nu. Het is lekker dichtbij. Je kan gewoon de eigen taal spreken. Ja, je eigen eten. Buitenland hoeft voor ons niet eigenlijk. Het is hier ook mooi weer op het moment. Omdat we 3 kinderen hebben en ik wil niet verhuizen. Ik hou niet van die hele lange autoritten met een paar kleine kinderen erin. Ja. Ja, kijk maar om je heen wat voor mooi weer we hebben. Ja. Je hebt hier een prachtig meer, je hebt een zwembad, je hebt hier van alles voor de kinderen, vooral voor deze leeftijd. En ik heb 2 mensen in mijn gezin die niet graag vliegen. En ik rijd niet graag heel erg lang. Dus dit is ideaal. Ja. 30 kilometer verderop. Kijk, gezellig ook. Ja, we gaan al vaker op vakantie en het is 3 weken echt rust. Wij komen ook hier niet heel ver vandaan en dus moet kunnen een keertje naar huis rijden. En dus ja, we liggen nou eigenlijk al 33 of 34 jaar hier op de camping. Dus het bevalt ons nog steeds uitstekend. Ja, waarom? Omdat dit voor ons vakantie is. Dit vinden wij heerlijk, lekker kamperen in eigen land. Daar houden wij van. Voor ons hoeft allemaal niet in zo ver land. Wij vinden dit prima, toch? Nee. Ja. Camping. Omdat het lekker dicht bij huis is. Het is een mooie omgeving. En het is gewoon fijn om met een uurtje weer thuis te zijn. Waarom zijn we hier? Omdat wij wisten dat het mooi weer zou worden in Nederland. En we hadden zoiets van, nou, we gaan eens een keer in eigen land op vakantie. En Limburg kennen we niet goed. Dus we een mooie manier om Limburg te ontdekken. Met tropische mediterraanse temperaturen. Omdat het in verre landen vaak te warm is. En ik heb er geen zin meer in om zo lang te rijden en te doen. En Nederland is nog zo mooi. Op diverse plekken. Omdat, ja, het eten in verre land, ja, dat vind ik gewoon niks. En op de camping zit je gewoon in je eigen land en gelukkig. De camping is alles te doen voor die kleine kinderen. Ja. Ja, dat is een goede vraag. Omdat je alles hebt alles wat je hier hebt, heb je in het buitenland ook. Maar de afstand is natuurlijk een stukje korter. Dus je bent sneller hier en je hebt het zonnetje, alle faciliteiten. Nou, wij doen het verdelen. Mijn vrouw en mijn dochter zitten nu in Turkije en ik zit op de camping. Dus verdelen het een beetje, hè? De camping is lekker rustig en de vrouwen kunnen winkelen. Hier is het ook prima, lekker. Niet te ver rijden. Vind je het hier ook leuk? Ja. Dan hoeven we niet in het vliegtuig. Ja, en dan hoeven we niet ver op reis. Gewoon lekker dichtbij. Ook mooi weer, gezellig. Lekker keutelen. Dan hoef je helemaal niet ver voor weg te gaan.